s'nachts is er geen zonne-energie. En dan hebben men iets kleins aan, bijvoorbeeld een koelkast en een airconditioning, iets groters. En dan s'nachts neem je energie van Aquarectra. A, 60 cent, even gemiddeld. Nou, dan gaat de zon om 7 uur start het systeem op. Dan zie je dat 's ochtends al die zonne-energie genoeg is voor deze twee apparaten. En het overschot gaat naar Aquarectra. En tussen 12 en 2 is de zon op zijn felst. Dan ben je continu aan het terugleveren voor die 25 cent. En het enige wat naar het huis gaat, is dus voor de koelkast of een modem kleine dingetjes. Nou, en dan 's avonds is het systeem uit. Dan komen mensen thuis, televisie gedaan, misschien een airco. En dan koop je weer voor 60 cent. Dus overdag lever je terug voor 25 cent en 's avonds koop je in. Dit jaar hebben we denk ik 2 systemen verkocht in totaal. Vorig jaar nog 4. En daarvoor natuurlijk loopt het in de 50 tot 80, die jaren ervoor 80 systemen per jaar. Gelukkig in het buitenland doen we heel veel. Op Saba, Sint-Eustatius, Montserrat, Mairo, Sint-Vincent, noem ze maar op. We hebben in ieder geval onze handen vol in het buitenland. Maar op Curaçao is het gewoon helemaal uitgestorven, zonnepanelen.